Iemand, goedenavond. Goedenavond. We staan nu weer bij een nieuw seizoen. Ja. Ben je al een beetje bijgekomen van het afgelopen seizoen? Bijgekomen een klein beetje. Natuurlijk zit het nog steeds in je achterhoofd, want sowieso hoop je nooit meer mee te maken. Maar ja, we moeten toch door, hè? Nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus we gaan er weer voor. Heb je nog stevig doorgetraind in de vakantie? Ik kan er wel gaan zeggen, ja, maar niet zo heel veel. Veel gezwommen dan wel, een beetje vakantie gehouden. En nu ga ik er weer vol voor, dus ik ben 100% fit dadelijk. Je gaat er vol voor. Ja, hoeveel doelpunten had je ook alweer gemaakt afgelopen seizoen? 20 in totaal. Zo. Ja. Daar ben je weer van plan? Het zou wel heel mooi zijn inderdaad, ja. Ik hoop natuurlijk meer, maar 20 zou ook wel heel mooi zijn, hoor, zeker. Is daardoor nog getrokken aan jou door andere clubs? Ja, dat zeker wel, ja. Ja. Alleen uiteindelijk toch lekker hier gebleven. Ik heb het hier naar mijn zin, mijn vrienden zitten hier en je komt hier vandaan. En nou ja, dat was vervolgens de vraag, hè, waarom dat je hier bleef, maar je zegt het zelf ja. Natuurlijk niet. Wat is eigenlijk toch je favoriete plek in het elftal? Mijn favoriete positie is toch wel rechtsbuiten of spits. Maar voornamelijk spits wel, ja. Wat vind je van de selectie die er nu klaar staat? Ik denk dat wij met de nieuwe aanwinst ook echt wel jongens hebben die ook heel graag willen. Je hoort het net zelf allemaal, de potentie die ze hebben. Dus ik denk dat we wel goede aanwinst hebben gehaald, zeker. Wat zijn jouw verwachtingen voor het komend seizoen? Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Promoveren en kampioenschap zou heel mooi zijn. Vooral na vorig jaar. We hebben iets goed te maken in ieder geval. Dat klopt, ja. Hey, wil je nog wat kwijt aan de club, de supporters, noem maar op? Ja, sorry van de vorige keer nog. En we gaan het goed maken, hoop ik. Dit gaat niet meer gebeuren zo. Oké, bedankt en veel succes met de competitie. Ja, graag gedaan. Dankjewel.